zo'n 100 jaar geleden. Een jonge groep studenten, die waren toen toch niet tevreden. Die zochten meer momenten om samen lekker nerds te zijn. En weg was hun chagrijn. Wie? Wie liet de Leidse fles zo plotseling ontstaan? Wie heeft dat gedaan? Wie liet dat toestaan? Paul Erevest is onze held, dat is je niet ontgaan. Hij liet de Leidse fles zo plotseling ontstaan. De Leidse fles die groeide met een rappe vaart. 'S Ochtends in de banken, 's avonds naast de haard. Een borrel en discussie onderin het kof, waar ieder lemma samen nog eens wordt bezocht. Nu 100 jaren later zijn we nog niet klaar. Letterlijk een eeuwigheid bij elkaar. Go, go! De krant, lekker met de flesjes voetbal, lekker met de flesjes aan de wijn, lekker Leidse flesje, wat is het toch fijn om hier te zijn, lekker met de flesjes studie, lekker met de flesjes breinpijn, lekker met de flesjes huiswerk, nee ons krijg je nog lang niet klein, lekker met de flesjes reizen, lekker even alles aan de kant, lekker met de flesjes lezing, niets aan de hand. Lekker met de flessers. Succesje,